Goedemiddag. Nou, we gaan even deze frankenboit bekijken. Frankenboit is een dedantkast van Styropor. In de honingkamer zitten slechts 9 ramen. En in de broedkamer kunnen 11 ramen, maar die zitten er meestal niet in. Dit is een kast waarin ik 2 sensoren heb hangen. Je ziet er hier eentje zitten. Helemaal bovenin. En er zit er nog eentje tussen de honingkamer en de broedkamer in. Nou, ik zal eens de honingkamer even afhalen. Daar zal natuurlijk nagenoeg niks in zitten. Het is echt oppassen met de volken. Want nou, er zit al enigszins gewicht in, gelukkig in deze. Dus die heeft voldoende reserve. Af en toe kom je ook volken tegen die echt helemaal op hun minimum zitten. Nou, wat kunnen we hier zien? Een hele hoop jonge bijtjes die keurig grotendeels tussen de raten blijven zitten. Je ziet hier ook darren lopen. Ik zal ze even van dichterbij opnemen. Dat is misschien wel leuk om te zien. Kijk, hier zien ze lopen. Dikke vette darren. Ze zijn natuurlijk veel groter dan de werksters. Je ziet hier ook heel veel grijsjes tussen lopen, tussen die werksters. Je ziet dat de meeste met hun kopjes tussen de ramen blijven zitten. Kijk, ik kan ook weer een paar darren tevoorschijn. Die zien de zon. Die denken van, nou, we gaan er mooi vandoor. En die kunnen dan straks, als het echt zorg wordt, kunnen ze massaal gaan vliegen. Dus we zullen even kijken naar het broed. Kijken of we dat speciaal op kunnen nemen. Even de camera wat beter opstellen. Zo. Nou, er zit dus een kantbord in en je ziet dat in deze kast er 2, 4, 6, 8, 9 ramen zitten. Dat is ongeveer wel het maximum wat ik hanteer. Kijk, hier zie je die prachtige darren zitten. Hè? Dat is zo'n leuk gezicht. Darren zitten vooral aan de zijkant van die ramen. Even kijken of het zichtbaar is. Hier, bovenin. Mooi gezicht, hè? Prachtig. Zie je ze die antenne poetsen voordat ze opstijgen? Kijk, daar gaat hij om, let op. Even een aanloop nemen. Komt er nog één, die gaat ook. Dit volk, de zat, een week geleden, of zaten, een week geleden, zaten er zwermcellen in. Ik ben benieuwd hoe dat nu is. Kijk, hier kun je zien hoe slecht dat die bijen het hebben, want je ziet wel wat stuifmeel zitten. Er zitten enkele celletjes met stuifmeel, enkel celletje met nectar. Maar het is... tragisch slecht eigenlijk met de ontwikkeling van de, nou niet zozeer met de ontwikkeling, maar wel met de voedselvoorraad. Echt snel mooi weer worden. Nou, hier zie je dus, ik weet niet of het zo te zien is. Hier zie je dus gesloten broed zitten, in dit gedeelte. Dit is één darrencel. Even kijken of ik straks larfjes kan zien. Eigenlijk zit dit volk al dus te ruim, want dit is al het, normaal gesproken moet het broednest eigenlijk de hele broedkamer vol zitten, met uitzondering van eventueel de 2 kantramen. Maar ik zei al, de vorige keer zaten de doppen in, dus ik sluit niet helemaal af, helemaal uit dat de koningin eraf is. Nou, hier zie je dus echt het gesloten darrenbroed. Even kijken, hier kun je dat het beste zien als ik mijn hand eroverheen haal zo. Dus dit is darrenbroed. Dat zijn die dikke cellen. Hier aan de onderkant zie je dat ook zitten. Hier zo, in het midden nu van het beeld. Dat is ook darrenbroed. Die cellen zijn dus veel groter. En je ziet hier zelfs
Even kijken of dit zichtbaar is. Ja. Zie je zelfs dat er twee darren geboren worden, maar dat duurt even te lang om daarnaar te kijken. Kijk, hier loopt een dar. En hier zie je hetzelfde beeld. Hier zie je dus ook weer darrenbroed. En je ziet dat die bijen erop gaan zitten, hier op dit gedeelte, om gewoon het broed warm te houden. Buitentemperatuur is 15 graden. Nou, eens kijken of we larven kunnen vinden. Tot op heden heb ik geen doppen gezien. Dus mogelijkerwijs dat die er niet meer zijn. Ja, hier zien we dus volop larfjes. Nou, dan wordt het dus heel moeilijk om dit te zien. Want dan moet je even die bijen weg hebben. Hier op dit stuk. En dan kun je dus echt larven zien. En dan moet het dus iets dichter op de beeld komen. En dan denk ik dat ze misschien zo net zichtbaar zijn. En dan zie je die witte larven onderin liggen. Het zou mooi zijn als er ook nog even een zonnetje bij kwam. Maar veel licht krijg je er toch niet op. Kijk, en dit zijn dan de cellen in aanleg waar uiteindelijk later eventueel een koningin uitgeboren zou kunnen worden. Nou, hier zijn de larven wat groter. Kan ik ze ook wat beter laten zien. Hier zo. Ga ik eens even weer kijken of ik dit in beeld kan krijgen. Dit zijn dus werkstelarven. En die zie je dus duidelijk hier zitten. Even mijn hand weer weghalen. Je ziet hier die witte larven zitten. Ik zal even iets kijken of ze zo nog steeds zichtbaar zijn. Lager zitten ze nog. Dit zijn die larven. Ik zal even kijken of ik iets kan inzoomen. Ik weet niet of die dan scherp blijft. Maar je ziet inderdaad nu die witte larfjes op die bodem liggen. Als een soort rolmopjes. Dat zijn larven van een dag of 3, 4, 5. En tegen de tijd dat ze bijna 5,5 dag zijn, zijn ze gesloten. Dan gaan die larven zich strekken. En dan gaan ze zich net als dat een rupsje doet inspinnen. Nou, hier zien we nog meer van die witte larven. Dit gedeelte hier. En hier zie je dus allemaal gesloten broed. Met daartussen weer witte larven zitten. Kijk, hier zit een bij. Kijken waar die zit. Hier zit een bij. Zijn nazen of klier laat hij zien. Dat is het witte puntje aan de achterkant. Nou, en hier zie je dus doppen die groter zijn. Dat kan ik mooi laten zien. Hier, even kijken. Oh ja, hier. Kijk, hier zie je grotere doppen. Dit zijn dus echte zwermcellen. Die staan dus normaal gesproken zo naar beneden. En hier worden dus koninginnen uitgeboren. Uit deze doppen. En daar zit dus een dikke vette larf in. Dat kan ik wel even laten zien. Deze, moet even kijken waar die in beeld komt. Als we hem nu openmaken. Dan zie je dus dat er koninginnengelei in zit. Dat geldt waarschijnlijk ook voor deze. Kijk, deze is iets minder ver. Maar hier ligt dus ook een, zo in het midden. Hier ligt dus een larf in. Die ligt midden in de koninginnengelei. Nou, hier zit er nog één. En hier zie je een voorbeeld van, even kijken bij mijn vinger, ja. Hier zie je een voorbeeld van het hygiënische karakter van deze bijen. Ze detecteren
hier de geur van een mijtenfamilie. Ik moet even mijn vinger in beeld hebben. Ja, hier. Hier zie je een klein gaatje. En die cel die is dus gedetecteerd door de bijen. Die een extra geurvermogen hebben om zeg maar een mijtenfamilie op te sporen. En andere bijen die zullen dus deze cel uitruimen. En die zullen dus daarmee tegelijkertijd die mijtenfamilie om zeep helpen. Op de deur, dan kun je dat hier mooi zien. En hier zie je er nog een paar. En we gaan ook even kijken of we nog eitjes tegenkomen en de koningin. Nu zie je ook de tweede sensor hangen. Dus even een bij uit mijn kap halen. Kijk, hier zie je de koningin lopen. Dus ze zit er wel in. Keurig met een paar bijtjes ernaast. De hofstaat die haar verzorgen. Ze heeft een nummertje op, nummer 14. Hier. Hare Majesteit Maxima. Nou, gaat ze weer terug. Hier zie je het duidelijke ruim gedrag van deze bijen. Omdat ze dus verrode sensitieve hygiëne hebben. Op zich zien de cellen die open zijn, die zien er mooi wit uit. Nou, je ziet ook dat de bezetting op een dergelijk raam gewoon goed is. Dit is een speeldopje, dit zijn ook allemaal speeldopjes. En hier zie je gewoon een mooie broed onder zitten. Hier, speeldop. Deze was belicht met een eitje. Hier zit ook een speeldop, dit is een speeldop. Speeldoppen zijn over het algemeen niet zo heel ver ontwikkeld. Hier zie je ook weer in het midden wat darrenbroed. Verder geen doppen. Hier op dit raam. Ja, de broedontwikkeling die heeft natuurlijk een tijdje op een laag pitje gestaan vanwege het gebrek aan stuifmeel en nectar. Want je ziet ook geen stuifmeel in de kasten zitten. Ja, een paar celletjes van het uurtje wat ze hebben kunnen vliegen. Maar dat is eigenlijk veel te weinig. Nou, hier zie je dus ook allemaal darren lopen, omdat je weer aan de buitenkant van het broednest komt. Lopen hier weer die darren rond. Nou, nog even naar het kantraam kijken. En dan hebben we de hele kast gezien. Maar dit raam zit wel helemaal vol met stuifmeel. Ik zal het even laten zien. Even kijken of toevallig hier de koningin op loopt. Hier zie je eventjes voor de uitleg van de kleine cellen. Het principe van dat stukje darrenbroed. Dit stukje darrenbroed dat wordt dus niet gesneden. Dit is het hoekje. Kijken. Ja. Dit is dus het hoekje wat altijd blijft staan. En dat is ongeveer 15 bij 15 of 10 bij 20. Zoiets dergelijks. Ten opzichte van de grootte van een dadantraam uiteraard. Maar de bedoeling is dat dat op ieder raam aanwezig is. En dan is er, omdat het op ieder raam aanwezig is, is er eigenlijk het hele seizoen is er wel darraad beschikbaar.
En aangezien de darraad zeer aantrekkelijk is, omdat het in beperkte mate aanwezig is, dus vanwege een klein aanbod, is het veel aantrekkelijker dan als je heel veel darraad in de vorm van een bouwraam in de kast zou hebben. En dit trekt dus extra mijten aan en de bedoeling is eigenlijk dat die mijten door die beperkte oppervlakte meervoudig gaan instappen. Dat wil dus zeggen dat er 3, 4 of 5 mijten gaan instappen. Hier kun je dus nog even het stuifmeel zien op dit raam. Dat zie je dus duidelijk aan de kleur van de cellen hier onderaan. Hier is het goed te zien. En dat zie je dus ook aan de andere kant. Deze kant zit dus ook helemaal vol met stuifmeel. Dus op zich is dit geen probleem. Ook aan deze kant zie je weer in de hoek. Zie je uiteraard weer dat hoekje met darrenbroed. Nou, dit was even een inspectie van dit volk. De doppen zijn dus nog niet, de zwermdrift is dus nog niet helemaal over. Maar op zich valt het nog wel mee. En ik hoop dat met mooi weer dat ze hun zinnen gaan zetten op het halen van voer, van nectar en van stuifmeel. En dat is de zwermdrift vanzelf overgaat. Oké, dat was het. Hey, doei!